Door de financiële ramp die in het land heerst, zijn veel jongeren in een uitzichtloze situatie beland. ABOP-volksvertegenwoordiger Edgar Sampi wees erop dat jongeren die zelfstandig waren gaan wonen, nu weer moeten intrekken bij ouders. Door de huidige situatie geven jongeren de moed op. Sampi roept de regering daarom op om deze groep binnen de samenleving in bescherming te nemen. In dit kader heeft het DNA-lid enkele voorstellen gedaan aan de regering die niet zijn opgenomen in het herstelplan 2020. De regering van Suriname, ondersteun het internaatwezen. Laat de zorg van bepaalde kinderen staatszorg worden. Haal de kinderen van de straat weg. Er zijn honderden of duizenden Surinamers die via het internaatwezen een goede positie in de samenleving bekleden. Ik ben een goed voorbeeld daarvan, voorzitter. En u ook als voorzitter van het parlement. Sommigen zijn juristen geworden. Anderen zijn artsen, technici, leraren, verpleegkundigen, economen en ingenieurs geworden, voorzitter. In het Engels worden inderdaad boarding school genoemd. Regering van Suriname. De religieuze organisaties hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. En ze hebben tot nu toe een belangrijke rol te spelen in dit vraagstuk. Betrek deze organisaties. Door het internaatwezen te ondersteunen, hoeven kinderen geen knippas of andere spullen meer langs de wegen te verkopen. Door het internaatwezen krachtig te ondersteunen, werken wij mede aan de vorming van een nieuwe generatie Suriname. Sampi ziet ook graag dat de regering meer investeert in de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, en de uitbreiding van de trainingsprogramma's van deze organisatie. Sampi zegt dat de SAO een belangrijke rol kan spelen in de herscholing, bijscholing en omscholing van jongeren. ICT is een belangrijke sector in de wereld en duizenden jongeren zouden hier hun heil in vinden. Laten wij honderden of duizenden van onze jongeren opleiden in information en communicatietechnologie door te investeren in een ICT-park. Suriname kan hierdoor groeien tot een ICT-hub. Verder kunnen jongeren worden opgeleid in moderne agrarische productie en verwerking. In vele landen in de wereld kunnen opgeleiden in de ICT een baan vinden. Enkelen zullen weggaan. Dit moeten wij echter nimmer beschouwen als een verlies. Zie de bijdrage van geldovermakingen aan onze economie. Naast brain drain staat brain gain. ABOP-volksvertegenwoordiger Edgar Sampi vandaag in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de begroting 2021 en het herstelplan van 2020-2022.